Richting Nederland hebben we één rijstrook ingenomen op het viaduct van Merksem. We hebben die plaats nodig om de bypass te bouwen naast het viaduct. Op die bypass, een tijdelijke snelweg, zal het verkeer rijden wanneer we het viaduct zelf afbreken en een nieuwe, dieper liggende ring bouwen. Gelukkig blijft, hout vasthouden, de hinder voorlopig beperkt. Op de grond, of beter in de grond, zijn we nu al hard aan het werk om de bouw van die bypass vlot te laten verlopen. En dat bouwen doen we met de allernieuwste bouwtechnieken. Het fundament leggen we aan via een cutter soil mix. En dat is de bestaande grond die we gaan vermengen met cement en water. Daar steken we metalen profielen en dat zal dan dienen als de fundering van de bypass. Het is en goedkoper en milieuvriendelijker en veilig, want het veroorzaakt geen trillingen. En over innovatie gesproken, natuurlijk waren wij er ook bij op het slotfestival van Flanders Technology and Innovation. We zijn met drontechniek bezig op de werf Orlantis om eigenlijk een aantal tunnels in beeld te brengen. You have an incident where someone's driving the wrong way, or you have a person on the road. Our sensor can detect that incident, and this is the same for our inside tunnels. Ook jij kan meewerken aan de innovatieve Oosterbeelverbinding. Check Lantis.be en vind de job van de toekomst. Nieuwe technieken, dat is onze toekomst, dus ik ben daar wel geïnteresseerd in. Toegegeven, die werken, hoe innovatief ook, zorgen wel voor hinder. Zeker voor buurten vlakbij de werf, zoals deze straten in Deurne naast de bypass. En dan komen we tot daar om buren te informeren en vragen te beantwoorden. Mijn vragen heeft die man ook goed geantwoord. Dat is interessant. Hè? Welkom op de grote verbindingsdag, de ringdag, hier in het provinciehuis in Antwerpen. Oosterweel is meer dan de bypass natuurlijk, veel meer. Dat kon je allemaal horen, lezen en zien tijdens de ringdag in het provinciehuis. Waar iedereen die dat wilde al eens over een van onze gloednieuwe fietsostrades kon rijden. In virtual reality. Ik zag een mooi fietspad, weilanden heb ik gezien, water dus rechts van mij was de beek. Prachtig. De leerlingen van het zesde leerjaar van het Onze Lieve Vrouwencollege uit Antwerpen gingen echt naar de Oosterbeelwerf. En Karowiet, het jeugdjournaal van Ketnet, was er ook bij. Ja, ik heb veel werven gezien. Veel rare machines die ik nog nooit heb gezien. Ja, ik ben wel blij, want nu leer ik tenminste ook nog iets bij. Op school ook, maar dit is iets leuker. Deze fietsbrug over het Albertkanaal wordt mooi. We waren bang dat deze betonnen muren achter mij zouden beklad worden. En daarom zijn we op zoek gegaan naar een partner, Archipel. Dat is een kunstwerkplek in de Slachthuissite. Om samen te kijken of we geen professionele muurschildering op deze wanden zouden kunnen laten zetten. Benieuwd naar het resultaat? Blijf het O-nieuws volgen en je mist niks. Tot de volgende keer.